Money, 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 must be funny in the rich man's world. Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yeah. Welkom terug, vrienden. Ik heb een hele leuke glitch. Ja, ik vond er in het begin helemaal niks aan, maar nu achteraf denk ik, wat een leuke glitch heb ik hier voor jullie. Hey, wat gaan we doen? We hebben hier als allereerste een nieuwe Elky Retro Custom voor ons. Hey. Daddy, maar dat is toch een mini? Ja, dat klopt. Maar dit wordt onze nieuwe Retro Elky Custom. Want deze auto gaat echt serieus veel geld opleveren. En dat gaan jullie zo dadelijk in de video zien. Dus blijf rustig mijn video kijken. De video is opgebouwd in twee delen. Het eerste deel ga ik de glitch met jullie uitleggen hoe we deze auto gaan dupliceren. En in het tweede deel doe ik hem nog eens een keer dunnetjes over. Maar dan iets minder kort. Dus in het eerste probeer ik nog iets te knippen in de video. En in de tweede video dan laat ik hem gewoon maar lopen. En dan moeten jullie maar kijken hoe die in het echi gaat. Het is niet de snelste glitch. Het is niet de makkelijkste glitch. Ik zou hem ook zeker niet easy noemen. Wat heel veel YouTubers wel doen. Maar als je eenmaal de stappen een beetje door hebt, is die werkelijk prima te doen. En je zal je verbazen. Je zal je echt serieus gaan verbazen hoeveel geld je met deze glitch kan verdienen. Ja, met deze fantastische glitch. Oké, eerlijk is eerlijk. Hij is fantastisch, maar niet makkelijk. We hebben heel veel dingen nodig. We hebben een office nodig. Nee, we hebben een office nodig. Naast de office hebben we ook nog eens een keer een nachtclub nodig. En in deze nachtclub hebben we één garage nodig die vol zit met de auto's. En daar moet ook de auto staan die je wenst te offeren. Dus de auto die je wil opgeven. Dacht je dat je er al was? Nee, zeker niet. We hebben ook nog een bunker nodig. Ja, we hebben ook nog een bunker nodig. En in deze bunker moet ook nog eens een keer een MOC staan. Een Mobile Operations Center. Achter in deze Mobile Operations Center moet je een Personal Vehicle Storage hebben. Dus waar je je auto kan opslaan. En in die MOC, daar zet je de auto neer die je gaat dupliceren. Ik ga in deze video ga ik deze gebruiken. Ga ik de Mini gebruiken. De nieuwste, best verkopende, duplicerende auto op dit moment. Yo, daar gaan we. Maar niet voordat ik gezegd heb tegen alle arme GTA-spelers. Sorry gasten, jullie kunnen deze gewoon niet doen. Het is echt niet te doen. Je hebt heel veel dingen nodig. Sorry, er is op dit moment geen fatsoenlijke arme mensen glitch, om het zo maar te noemen. En de rijken worden steeds rijker. Ja, zo is het. It's not real life. Oké, we gaan verder met de glitch. Wat hebben we nog meer nodig? We moeten een zwart scherm kunnen creëren in onze game. En dat doe ik door middel van een recente activiteit. Kijk, als je recente activiteiten aanklikt, dan krijg je dit zwarte scherm. Dat kan je vervolgens wegklikken. Dat gebruik ik, maar je kan ook op de Xbox gebruiken de disconnect. De disconnect van je controller. Daar krijg je ook een zwart scherm van. We zitten in een publieke sessie. Zoek een beetje een rustige publieke sessie. Want dan heb je het minste kans dat je gekild wordt. Dat is alleen maar vervelend. Maar we moeten in een publieke sessie. En we moeten in opties moeten we matchmaking op close zetten. Matchmaking moet gesloten staan. Want dat gaan we zo dadelijk nog wel zien. Ik ben er klaar voor. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Ik heb een bak koffie op. En ik ga het gewoon met jullie doen. Zaterdagmorgen. Het is vlak voor kerst. En dit is een heel leuk kerstgeschenkje. Niet voor Rockstar. Maar wel een heel leuk kerstgeschenkje om geld mee te kunnen dupliceren. Wat gaan we doen? We gaan de Mini, onze auto die we gaan dupliceren, rijden we uit de MOC. Zodat die in de bunker staat. Hier zo. En daar laten we hem lekker staan. Oké, dag Mini, tot straks. We zien je later op in de video. We gaan vervolgens naar buiten. En als we buiten aankomen, dan gaan wij ons registreren als een CEO. Dus we gaan een CEO starten. Hier zo, register CEO. Als CEO kan je namelijk een budget opvragen. Een voertuig om zo dadelijk mee over de map heen te kunnen. Oké, budget vraag ik op. Want wat is het namelijk? Je mag niet een persoonlijk voertuig buiten hebben staan. Dus geen persoonlijke voertuigen buiten. En we moeten naar de CEO office. Dus ja, hoe ga je daar nou anders komen? Ik gebruik je daarvoor de Buzzet. Oké, dus ik gebruik de Buzzet. Dus geen persoonlijk voertuig. Het is een Pegasus voertuig. Dus daar ga ik zo mee. Hoppakee. Daar naartoe. Ja, we zijn er al. Jongen, dit is snel.
Nee, uiteraard heb ik dat even zitten knippen. Nu komt het timing dingetje. Een timing CQ snelheidsdingetje. Deze glitch gaat nu op moet ik een paar dingen wat sneller gaan doen. Oké, we gaan als eerste hier staan bij de stoel. Dat we de optie hebben om er te kunnen gaan zitten. Als we op rechts op de D-pad klikken. Maar dat gaan we nog niet doen. We gaan eerst de telefoon. Dan gaan we naar Quick Job. Play Quick Job. En dan gaan we een activiteit starten. Dus een van die activiteiten gaan we selecteren. Nou, Daddy is gek op darts. Dus laten we maar darts doen. Gaan we darts selecteren. Wil je dat alleen? Ja, dat wil ik alleen. Weet je dat zeker? Ja, weet ik ook zeker. Oké. En nu ga ik zo snel mogelijk zitten. Dus ik heb de activiteit gestart. Ik ga zo snel mogelijk zitten. Ik log in mijn computer. Dan ga ik gelijk naar de rechtse optie. Dat is Start Vehicle Work. Special Vehicle Work. En dan start ik een missie. Maar dan ga ik niet gelijk starten. Ik ga even wachten. Luister. Ja, nu ga ik hem starten. Hoorde je op die achtergrond dat korte pliepje? Zo. Pliep. Dat is het pliepje dat die activiteit wil gaan starten. En op dat moment klik jij op Confirm. Dus dat je de Special Vehicle Work wil gaan starten. Daar raakt het systeem in de war. Dan kom je op dit moment hier zo te zitten in een blurry screen. Een beetje een onscherp scherm. En dan gaan we zitten wachten. We krijgen zo dadelijk krijgen we een zwarte meldscherm. Die gaan we negeren. Dus op rondje drukken. Weer B-button. En op het moment dat we dan zien we zo ook een soort animatieglitch. We zien ons opstaan. We zien ons ook gelijk weer gaan zitten. Daar doen we zelf niks aan. Dat gebeurt helemaal vanuit de animatie. Op het moment dat we het zwarte scherm hebben genegeerd, dus op rondje hebben geklikt, dan proberen we daarna zo snel mogelijk van onze stoel op te staan en dan rennen we naar de assistenten. En als we bij de assistenten zijn, dan trekken we onze telefoon omhoog en dan gaan we weer naar Play Quick Job. Nou, je gaat zo dadelijk zien, moet allemaal snel gebeuren. Hé, daar gaat hij. Rondje, dus een cancel. Hij gaat automatisch weer zitten. Nu gaan we proberen weer op te staan, dus zo rechts spammen. Nu rennen we naar de assistent en als we voor de assistenten staan, dan trekken we onze telefoon omhoog, gaan we naar Quick Job. Oké, stel daar, cup, snel naar Quick Job. Nu moeten we een zwart alert scherm zien te creëren. Nou, ik doe dat met recente activiteiten, maar je kan ook disconnect controle doen op de Xbox of zo. Maar ik doe zo en het zwarte alert scherm doen we cancelen. Nu kom ik in het menu van de assistenten en daar vraag ik in het menu van de assistenten vraag ik een buzzer aan. Dus vraag ik een buzzer aan. Het beeldscherm is nog steeds onduidelijk en een beetje glitchy staat zitten we op dit moment. Het ziet er allemaal een beetje vaag uit. We hebben ook geen minimap. Maar we moeten op dit moment naar onze nachtclub toe. En we hebben een kleine 2 minuten om bij die nachtclub te komen. Want we krijgen zo dadelijk een time-out alert. En voordat je die time-out alert hebt, wil je al in je nachtclub zijn. En dan wil je ook al in een auto hebben gezeten. Oké, we gaan eens even op zoek naar de nachtclub. Ik weet dat hij hier uitziet, maar met de sneeuw ziet het er sowieso allemaal wat anders uit. En het is daarbij ook nog eens een keer een beetje een wazig beeld. Net of Danny te veel bier op heeft, hè? Even kijken, waar moet ik ook weer zijn? Daar zo. Iets verder door. Nee, ik zie hem daar. Daar boven Danny. Daar moet je zijn. Oké, hier moet ik zijn. Hier zit de ingang van mijn garage. Daar wil ik naartoe. Binnen 2 minuten wil ik daar zijn. Wow. Ja, parkeer hem. Lekker man. Zet hem daar maar even neer, Danny. Maak het eruit, joh. Kost er allemaal niks. Hier zo. Oké, nu gaan we de garage level selecteren. Waar jij een volle garage hebt. En de auto staat die jij wil offeren. Dus ik is de Bouwmeester garage nummer 2. En hier pak ik een willekeurige auto die ik ga opgeven. Dat is deze Elkie. Ik start hem en ik geef gas. Starten, ik geef gas. En ik word uit de auto gekikt. En alle andere auto's verdwijnen. Oké, en nu gaan we zitten wachten op het zwarte meldingsscherm dat we, hoe heet het? Dat we time-out zijn van de sessie. Dus time-out om in de game te komen. Dus gewoon heel even wachten. Yo. Nou, dit is prima te doen. Dit is echt prima te doen. Oké, time-out of the job. Oké, deze accepteren we. En dan staan we weer terug in, staan we hier nog steeds in de garage. We kunnen niet naar buiten lopen. Maar er komt vanzelf een zwart scherm en die kikt jou uit de garage. Dus op dat moment word je uit de garage van de nachtclub gekikt. En dat is heel gek, dan kom je bij een andere nachtclub uitgang terecht. Nou, tenminste in dit geval bij mij. Tot 2 keer toe. Dus je komt bij een of andere nachtclub word je eruit gekikt. Nou, wat doe je? Vraag je buzzet weer op. En met deze buzzet, dit ga ik even speed doen.
En met je busset ga je terug naar de bunker. Oké. Helemaal terug naar de bunker. Dus niet met een persoonlijk voertuig, maar gebruik een CEO-busset, dus geen persoonlijk voertuig. En hier staat onze Easy nog, of jouw auto die je gaat dupliceren. Wat gaan we doen? We gaan in de auto zitten en gelijk weer uitstappen. Oké? In de auto, gelijk weer uitstappen. Als deze auto een kenteken had gehad, had je op die auto kunnen zien dat die kenteken ging veranderen. Maar ja, op de Easy zit bij mij geen kenteken, dus die gaat niet veranderen. Vervolgens loop je te voet de MOC in. En dan zie je dat je MOC aan de achterzijde leeg is. Oké, dat is helemaal goed, helemaal top. Vervolgens loop je weer naar buiten. Ja, het zijn onzinnige stappen, gasten, ik weet het. Maar het moet nou eenmaal gebeuren. Misschien komen er nog snellere of kortere stappen. Maar tot nu toe weet ik dat deze stappen werken. Dus nou ja, Allah, doe het maar zo. En dan lopen we weer terug naar onze Issy. Of de auto die jij gaat dupliceren. Mag alle auto's zijn, maar als het om geld gaat, zou ik de Retro Elky Custom nemen. Of nu dan ook de Easy. Yeah! En vervolgens rijden we zo richting onze MOC. We klikken op rechts en dan staat er Personal Vehicle Storage is Full. Ja, dat klopt, want de originele Elky of de Mini, die staat, stond erin. Die wordt nu naar de nachtclub gedrukt. Dus de originele Mini gaat naar de nachtclub. En hier staat mijn kopie. Dit is mijn duplicatie. Hier kan ik mee doen en laten wat ik wil. Ik kan hem opnieuw gaan dupliceren. Ik kan hem verkopen. Ik kan hem gebruiken. Ik kan de origineel verkopen. Maakt niet uit. Deze kan ik gewoon mee doen en laten wat ik wil. Deze is nu van mij. Ik zal even de mechanic bellen. Zal ik laten zien dat de originele nu op dit moment in een nachtclub staat. Dat was nachtclub garage nummer 2. Eens even kijken hier zo. B nummer 2. Dat was die. En daar staat hij, de Future Shock Issy. Dat is hem, gasten. Hey, hij is gewoon lekker. Hij is geduplicieerd. Hij doet het. Hey, lachen. Word je een beetje gek van dat blurry screen? Dan kan je dat heel makkelijk oplossen. Je start gewoon een of andere job, een race of een missie of weet ik veel. Je start even iets en je gaat er terug uit. En dan zie je, dan is je beeld weer normaal. Dus dan kan je weer gewoon normaal kijken. Oké, nou, dit was allemaal leuk, allemaal prietpraat. We weten nu precies hoe we een auto moeten dupliceren. Maar nu de hamvraag. Wat gaat deze Issy opleveren? Dit is spannend, jongens. Dit is echt spannend. Want wat gaat deze auto voor verkopen? Ik doe hem even repareren, dan kunnen we het hele totaalbedrag zien. Jezus Christus. 1.787.000 GTA dollars. 1,8 miljoen bijna. 1.787.000 GTA dollars. My god. Dit was ook het moment dat ik dacht van... Jezus, dit is echt een goede glitch. Dat had ik van tevoren. Ik had hem gezien. Ik had hem bij een paar kanalen gezien. En iedereen roept easy, easy. En dan ga je het zitten lezen en dan zie je 16 stappen staan. Dan denk je, flikker maar op met je easy. Er is niks easy's aan. Daarnaast denk ik, ja, het is ook geen arme mensen glitch. Maar moet je kijken wat je allemaal nodig hebt. Het is gewoon belachelijk voor woorden. Het is echt belachelijk. Je hebt een bunker, een nachtclub, een CEO nodig, een MOC, flikker maar op. Ik denk, ik ga hem niet doen. Ik denk, nou weet je, ik heb toch niks anders te doen. Dus ik doe even een bak koffie inschenken en ik ga hem gewoon even proberen. En dit was wel het moment dat ik dacht van, wow yeah, dit is echt een lekkere glitch. Ja, bijna 1,8 miljoen per keer. Oké, maar duurt zo'n glitch dan lang? En hoe doe ik hem opnieuw? Ja, dat ga ik nu laten zien. Dus dit wordt deel 2 van de video. Het is duidelijk, hè? Zo werkt die. We gaan de setup weer helemaal compleet maken. We gaan weer een auto in de nachtclub zetten. En we zetten die Mini. Die zetten we, de originele Mini in dit geval. Die zet ik even terug in de MOC. En in de nachtclub garage, daar koop ik weer een gratis Elky in. Dus die garage zit weer vol. En mijn MOC zit mijn Easy weer in. Dus dit is alles wat we kunnen. Nu kunnen we gewoon weer verder. We gaan gewoon de glitch nog een keer helemaal opnieuw doen. Heb je de glitch gezien? Snap je het? Jo, lekker skippen, gasten. Lekker gaan dupliceren. Vind je het leuk om nog even mee te kijken en de slappe gauw van Daddy Cool aan te horen? Ja, be my guest. Ik ga nog een keer een duplicatie maken. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. We zetten de Mini naar buiten. We rijden de Mini naar buiten.
En op dat moment dat we in de bunker zijn, laten we hem lekker met rust. We laten hem gewoon daar staan. We hoeven er verder niks meer mee te doen. We laten hem lekker daar staan. Vervolgens lopen we naar buiten. Nou, en hier zie je de dingetjes die ik altijd normaal probeerde tussenuit te knippen. Zwarte loningsfinch, dat soort shit. Heen en weer vliegen met je helikopter. Want wat gaan we nu doen? We gaan zonder gebruik te maken van een persoonlijk voertuig, gaan wij naar onze office toe. Dus je mag absoluut geen persoonlijk voertuig gebruiken, want dan verdwijnt die auto vanuit je bunker, dus dan is de hele klits mislukt en dan is het allemaal voor niks. Dus gebruik een CEO Buzzard of andere manieren om daar te komen zonder dat je daar een Buzzard voor gebruikt. Ik zit in één keer te bedenken, dat is eigenlijk stom, heb ik helemaal niet geprobeerd. Je kan ook een helikopter bellen. Je kan ook een helikopter, als je CEO bent, kan je ook een luxury helikopter bestellen. En als je daarin gaat zitten, dan kan je hem gewoon zeggen van vlieg maar naar de dingen toe. Vlieg maar naar de office. Dat zou misschien ook wel kunnen werken. Ik heb geen idee, ik heb het nooit geprobeerd. Maar zit ik er een keer zo te bedenken. Ja, stappen zijn wel wat lang. Langdradig misschien. Ik heb volgens mij, maar dan moet ik de video zelf ook even terugkijken, zitten kijken. En dan denk ik van ja, misschien duurt de glits nu 14 minuten of zo. Totaal, alles bij elkaar. Nou ja, we gaan het zo dadelijk wel even zien. We gaan als eerste naar de CEO office garage. Yay! Dit is wel makkelijk, want hier is weer eroverheen vliegen. Klikken we één keer op rechts en dan bam, dan landen we vanzelf. Automatisch. Dus dat is wel makkelijk. Okay. Dan gaan we nog een keer naar het timing dingetje. Want dit is toch wel een, deze stappen die we nu gaan doen, die moet je even in je kop krijgen. De rest is niet zo belangrijk of moeilijk, maar wel belangrijk, maar niet zo moeilijk. Maar dit is even een timing dingetje. Hier moet je even goed je best doen. Oké, we gaan naar de computer toe, hier zo in de office. We gaan hier zo staan bij de stoel, dat we de optie krijgen sit down. We gaan de telefoon omhoog doen. We gaan naar activiteiten bij Quick Jobs en we doen darts en we gaan darts alleen starten. We gaan gelijk zo snel mogelijk zitten. We loggen in een computer. En we gaan een special vehicle work starten. Nou ja, opstarten, maar nog niet doordrukken. Landmissie en dan hier. En dan ga ik wachten en dan hou ik mijn mond tot we de pliep horen. Pliep. Confirm. Dus als je de pliep op de achtergrond hoort, dan doe je pas confirm dat je de missie gaat starten. En dan ga je rustig zitten wachten. Dan ga je rustig een beetje om je heen kijken, een beetje, weet ik veel, je eigen vervelen of je wat zou ik eens zeggen? Gewoon even rustig. Gewoon even relaxen. Gewoon relaxen, want het is bijna kerst. Daddy heeft vakantie. Is ook als een relax momentje toe, dus heerlijk. We wachten nu gewoon op het zwarte alert screen. En als dat zwarte alert screen komt, dan doen we die cancelen door middel van een rondje of de B-button op de Xbox. Dan zie je een soort animatie dat je karakter gaat opstaan, maar gaat ook weer zitten. Maar probeer daarna gewoon zo snel mogelijk op te staan en dan ren je naar de assistenten. En als je bij de assistenten voor de neus staat, trek je telefoon omhoog en dan ga je naar Play Quick Jobs. Op dat moment ben je bevroren en dan ga je iets creëren om een zwart alert screen mee te maken. Ik doe dat voor recente activiteiten, maar je kan ook iets anders doen. Oké, zwart alert screen genegeerd. Oké. Nu probeer zo snel mogelijk op te staan, op te staan, op te staan, sta op, sta op en rennen Daddy, rennen, rennen, rendier. Je bent toch een rendier? Schiet op, rennen dier. Trek de telefoon omhoog hier zo en dan gaan we naar Play Quick Jobs. Nu zitten we bevroren, worden even onzichtbaar. Nu gaan we recente activiteit starten, dat we zo dadelijk een zwart alert screen krijgen en die gaan we cancelen. Dus die doen we cancelen. En dan bestellen we even een Pegasus voertuig, bussetje heb ik hier staan. Nou, doet u maar een bussetje. Ja toch, doe maar een bussetje. Hey, alle mogelijkheden zijn geaccepteerd als je maar een zwart alert scheme krijgt. Ik gebruik daarvoor dus die recente activiteiten. Maar Xbox of weet ik, PlayStation misschien ook wel, kan je iets met disconnect controle doen of zo. Nou, zoek het even lekker zelf uit. Bij mij werkt dit en ik vind het prima zo, maakt mij niet uit. We gaan naar de nachtclub. We gaan zonder radar, in het donker, in de sneeuw, naar onze nachtclub. Yo! En dan gaan we daar eens even rustig zoeken waar we moeten wezen. Yeah!
Walking in the winter, nou, flying in the winter wonderland. Da, 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 da. Flying in the winter wonderland. Yo, doet me een beetje aan Phil Taylor denken. Maar dan gaat ze staat zeg. There's only one Phil Taylor. Nou, Phil Taylor is ook niet meer natuurlijk. Ja, yeah, sorry. Danny, ga terug naar de glitch. Oké, okay. We moeten naar basement level 2. Dat is de volle basement level met auto's die we willen kwijtraken. Nou, ik pak even een Allergy. Maakt niet uit welke je pakt. Doe maar een autootje. Je geeft één keer gas. Plop, je wordt naar buiten gedrukt. En dan sta je daar met je goede gedrag. Met je goede reindiergedrag. Sta je te wachten tot je gekikt wordt zo dadelijk. Krijg je eerst een zwart alert scheme. Dat is het dat we... dat de job activity. Dat we niet snel genoeg waren. Ja, dat weet ik. Ik weet dat we niet snel genoeg waren. Dus we krijgen gewoon lekker time-out. En dat is de bedoeling. Time-out. Yo, yo, yo. Yo, yo. Put your hands up. Oh ja, hij doet het al. Time-out sessie. Accepteren. Kruisje drukken. En nu gaan we wachten. Nu gaan we wachten tot we zo dadelijk naar buiten worden gedrukt. Want naar buiten rennen gaat niet lukken. Dan krijgen we zelf straks een zwart scherm te zien. En die zal ons naar buiten drukken. Ja, daar is die zwart scherm. En dan komen we aan de buitenkant ergens bij een of andere nachtclub terecht. En ik weet bij god niet welke dit keer het is. Eens even kijken. Spannend, spannend, spannend. Duurt het ook lang in die zwarte schermen. Dat probeer ik dan wel eens te knippen. Want dat vind ik zo irritant in de video. We staan hier zo. Vlakbij Lamar. Hoe heet het? De Benny's Custom Shop. Oké, we vragen de bus het op. Bussetje. En dan gaan we weer naar onze bunker toe. En in de bunker, daar staat ons Issy te wachten. Gaan we in de Issy zitten, uit de Issy stappen, MOC inlopen en uitlopen. Weer in de Issy stappen en naar binnen rijden. En hij is gewoon gelukt, jongens. Yeah, fuck yeah! Bijna 1,8 miljoen als je de Issy gebruikt. Dat is toch bizar, jongens. Dit is echt bizar. En we kunnen dit gewoon het hele weekend doen. Ik denk tot dinsdag gaan we deze glitch wel even vol kunnen houden. Misschien doet hij het dan wel langer, hè? Hoe lang heeft die Orbital Cannon glitch het wel niet gedaan? Mijn god. Daar zijn een hoop mensen rijk mee geworden. Leuk trouwens dat jullie me daarvoor bedanken. Dat vind ik echt tof. Ik vind het tof om te lezen als jullie veel geld kunnen pakken met glitches. Dat is uiteindelijk waar ik het voor doe. Ik doe het niet voor de commercie. Ik doe dit niet voor mijn beroep. Ik ben geen beroeps-YouTuber. Ik doe het er maar bij omdat ik het leuk vind. En ik vind het gewoon leuk om jullie te helpen. Zo simpel is het. En ik vind het leuk om een videootje te maken. Ja, ja. Laat me gaan. Walking in... Oh nee. Flying in the winter wonderland. Da, 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 da. Phil Taylor. There's only one. Lekker man. Wat gaan jullie thuis doen met de kerst? Gaan jullie weg? Gaan jullie ergens naartoe? Moeten jullie naar opa's, oma's? Ga je met vrouwen en kinderen als je die hebt, ga je lekker weg, ga je uit eten of gaan jullie misschien wel op vakantie, gaan jullie skiën of andere shit doen. Wat ga je nou eigenlijk doen? Laat het weten in de comments. Wat zijn jouw plannen voor deze kerstvakantie? Daddy gaat lekker met mama cool lekker uit eten en die gaat een keer met kitty cool, gaat die ook nog leuke dingen doen en... Daddy Cool heeft gewoon bijna 2 weken vakantie, joh. Ruim 1,5 week vakantie. Lekker, hoor. Heel blij mee. Ja, lekker. Gewoon even lekker niks doen. Hoe cool is dat? Dat is niet gewoon cool. Nee, dat is Daddy Cool. Lachen, jongens. Ik ga zo maar weer even een bak koffie zetten, want het zit er alweer op, joh. Ik heb alweer een duplicatie gedaan. Lachen. En wat leuk dat jullie die van deze video tot zover hebben zitten kijken. Verklaar jullie hartstikke voor gek, natuurlijk. Maar jullie doen het wel. Lachen. Issy. Instappen. Uitstappen. Dat wordt belangrijk. Niet vergeten. Instappen. Uitstappen. Pas dan je MOC binnenlopen. In je MOC zal geen auto staan. Er zal op dit moment geen auto hier zijn. Nee. We lopen weer naar buiten. We stappen terug in de Issy. En op dat moment rijden we in onze MOC. En dan hebben we weer 1. Ik herhaal het nog maar even. 1,787, dus 1.787.000 GTA dollars verdiend. Wow.
Natuurlijk kost deze auto pimpen veel geld, want ik heb alle dure shit erop gegooid. Ik geloof niet eens dat ik die auto mooi vind, maar het zit er wel allemaal op omdat het geld oplevert. Maar ja, dit is echt serieus. Rechts klikken, zegt die personal vehicle storage is full. Klopt, de originele auto in de MOC wordt op dit moment in de nachtclub gedrukt. En hier komt onze duplicatie te staan. Ik zeg party, party, feest gasten, feest. Kijk eens, de verlichting hangt erbij. Helemaal gezellig. Ik zeg daddy cool. Happy Christmas. Nou, we spreken elkaar voor die tijd wel. Ik zeg daddy cool, signing out. Till next time.